de rest van het seizoen buiten de lijn met een knieblessure. Ja. Of nooit meer met Quinten je tweelingbroer voetballen. Zo. Zo. We zijn begonnen. Het is pittig, jongens. Tof dat je kijkt naar de eerste Talent Tuesday show, waarbij wij kennis maken met aanstormende Ajax talenten en de Ajax vrouwen. Ik heb een hele mooie allereerste gast, vind ik tenminste zelf. Jurriën Timber, ook de aanvoerder van Ajax onder 19. Jurriën, goed je er bent, man. Ja, zeker. Ik vind het leuk. Ik ben benieuwd. Ja, toch? Ja, zeker. Eerste keer voor jou? Eerste keer voor mij, ja. Ook eerste keer voor mij. Dus we gaan het met z'n tweeën leuk maken. We gaan het te tof hebben. Dus vanaf nu heb je iedere twee weken op ons kanaal een video met een van de aanstormende talenten. We gaan het hebben over het voetbal zelf, maar ook alles daaromheen. Jurriën, je mag even een kleur kiezen. Want het scherm is nu nog groen. Dus kies even een kleur, dan mag je zometeen zo doen en dan verschijnt hier achter ons een andere kleur. Kies uit geel of rood of wit. Ja, wit. Wit? Kies voor wit. Doe het zo dan. Zo. Kijk, kom. We zijn in wit. Heel goed. Het is dinsdag, het begin van de week. En ik zag op jouw Instagram dat jij wel eens van die dinsdagdilemma's doet. Ja, dat heb ik van mijn broer. Heb je van je broer? Die kopieer ik gewoon, ja. Ja? Ja. Maar dat vind je wel leuk? Ja, zeker. Oké, gaan we ermee beginnen. En je moet zometeen kiezen. Klaar voor? Ja, klaar voor. Jurriën, daar komt de eerste. Okay. Alles wat je zegt, moet je zingen. Yes. Of je hebt altijd een regenwolk boven je hoofd. Dus je wordt altijd kletsnat als je naar de training van Ajax wil, bijvoorbeeld. Ik hou echt niet van regen. Maar hou je wel van zingen? Ik hou van liedjes. Je houdt van ik liedjes? Zingen, dus dan zou ik kiezen voor zingen. Ja, echt? Ja, zeker. En als je iemand een hand geeft, geef maar zijn hand. Dan moet je die altijd 5 minuten vasthouden eerst. Dus 5 minuten zo door blijven gaan. Ja. Of je moet iedere meneer mevrouw noemen en iedere mevrouw meneer. Iedere mevrouw meneer. Ja? Iedere mevrouw. Dan moet je het andersom zeggen. Ja, je moet het andersom zeggen. Dus je moet bijvoorbeeld zeggen als je Heitinga ziet. Mevrouw. Hallo mevrouw Heitinga. Zo. Nou. Je moet altijd die hand 5 minuten vasthouden hier. Ik zou denk ik gewoon 5 minuten gesprekken voeren dan steeds. Ja, en dan die hand heet uit het lijf schudden. Dat is een beetje raar als je iemand tegenkomt en gaat van mevrouw. Ja, dus ik denk 5 minuten hand geven. Dat is ook wel ongemakkelijk toch? Ja, dat is ook heel ongemakkelijk. Oké, kerel. Kiezen. Deze is het allermoeilijkste denk ik. De rest van het seizoen buiten de lijn met een knieblessure. Ja. Of nooit meer met Quinten je tweelingbroer voetballen. Zo. Dus of je mag dit seizoen niet meer spelen, blessuren, of nooit meer met je broer voetballen. Zo. We zijn begonnen, het is pittig jongens. Nou, het is één seizoen. Ja, één seizoen. Dit seizoen, vanaf nu geblesseerd het hele seizoen. Of nooit meer, dus nooit meer in je hele carrière met Quinten op één veld. Nooit meer met je broer samen voetballen. Ik denk één seizoen met blessure. Dat ja? Wel, ja, zeker. Wat collegiaal, wat broederlijk, wat lief. Ja, maar gewoon nooit met mijn broer, dat zou wel gek zijn. Zeg ja? Maar, ja? Omdat je het zo gewend bent. Ja. Maar als het zeg maar langer geblesseerd zou zijn, dan zou ik wel kiezen voor nooit met mijn broer. Maar nu één jaartje zou ik wel gewoon. Ik snap hem. Hey, en jullie zijn best wel op elkaar ingespeeld. Misschien weten sommige mensen nog niet dat je een tweelingbroer hebt, maar die heb ik je denk dus. Dat iedereen dat wel ja? Weet. Ja? Iedereen weet het. Denk het wel, ja. Zijn jullie nog uit elkaar te halen? Ja. Nu, juist nu heel makkelijk. Hoe vroeger dan? Niet, nu wel. Ja. Ik heb zeg maar. Ja, we zien wat beelden. Ik ben iets langer. Ja. En onze vorm van onze hoofd zit een verschil in. Hoezo heb je hem wat dunner? Ik heb iets langer, dunner hoofd en hij heeft iets rondiger. Oh, dat is wel mooi. Dus je kan elkaar nog wel uit elkaar halen. Ja, zeker, zeker. Dat is super. Vooral de mensen die ons vaak zien, die zien heel makkelijk het verschil. We komen zo meteen terug op Quinten en jullie samen spelen, want dat is natuurlijk heel erg tof, lijkt me. Ja. Maar allereerst wil ik gaan kijken naar een wedstrijd die je hebt gespeeld tegen AEK 6-0 afgelopen week. Wereldwedstrijd. En we hebben je gevolgd. Gaan we nu naar kijken. Een nieuw seizoen in de Youth League voor Ajax onder 19. Team onder aanvoering van Jurriën Timber. Twee man voor de goal, daar is Victor Jensen. Daar is dat 3-0. En daar de kans en een goede redding van El Maart. Robbie voor de 4-0 of nee? Legt hem af op Sontje Hansen. Dest met de 5-0. So I held my head up against the wall. Over and over
Doet hij het zelf? Kuuk doet het zelf. Oh, dat scheelt heel weinig. Best. Daar, Son Jansen. Die trap mis. Ekkelenkamp met de rebound in het zijnet. Jensen. Goed verdedigd. En nu gaat de bal op de stip. Eigenlijk wordt hier op de toekomst opgerold met 6-0. Hoe is dat nou, Jan, om terug te zien? Oh, leuk. 6-0, mooie overwinning. En natuurlijk niet de beste ploeg die we zullen krijgen. Ik krijg nu natuurlijk nog bij München en Benfica. Ja. Maar zo'n begin de jullie is wel goed. Ja, want ze maakten ook een paar grote fouten. Hier zie je het ook. Ja, Des maakt hem dan af. Ja. En dan komt op een gegeven moment komt Unufa er nog in. Ja, mooi moment. Ja, wat leg eens uit, waarom is dit een mooi moment? Natuurlijk een kind van de club. Ja. Zo jong en dan nog zou ik kunnen scoren in de onder 19. En hij is 15, net die jongen. Dat is toch ongelooflijk? Fantastisch. Hoe vond hij dit zelf? Want hij staat heel erg cool bij, vind ik. Ja, hij wil die bal heel graag nemen ook. Ja. Dus dan zie je ook van wat een jongen dat is. En dat is heel leuk voor hem natuurlijk, dat hij dan nog kan scoren. Als iedereen komt. Hoe goed is hij? Hij is goed. Hij is heel goed. Ja? Ja, dat wordt een mooie speler, zeker. Op een schaal van 1 tot 10, hoe goed is hij nu al? Hij kan natuurlijk nog heel veel leren, maar ik denk dat hij, voor wat hij laat zien, dat hij al heel goed bezig is. Vet hoor. Heel erg tof. Er was daarnaast ook nog een andere Mattie, vriend van jullie, die dit weekend iets moois liet zien. Ja, die mocht invallen. Heel mooi. Ja, ze wil gaan kijken. Ook 16 jaar pas. Ja man. Niet normaal. Want ik zag ook op je Instagram dat je dit had gedeeld in je story. Ja, ja. Waarom is dit dan zo'n vet moment zelfs voor jou? Het is gewoon mooi om te zien. Want dit motiveert je natuurlijk zelf ook. Hij is pas 16 jaar en dan staat hij nu alsof hij gewoon bij die grote jongens hoort, zeg maar. Dat is heel mooi om te zien. Ik zie weg dat je een beetje trots zo. Ja, zeker. Vet man. Ja. Hey, jij hebt vorig jaar ook in de Youth League meegedaan, maar je zat wel een paar keer op de bank. Ja. Hoe extra speciaal is het dan om nu wel daar te beginnen en als aanvoerder ook nog? Mooi natuurlijk. Vorig jaar een paar keer meegemaakt, een beetje gezien hoe het is. Ja. Beetje, het is natuurlijk een ander gevoel, Youth League. Maar ik denk dat de aankomende wedstrijden dat nog meer zou zijn. En hoe zou je dat gevoel omschrijven? Want er staan meer camera's op, er zijn ook veel fans aanwezig. Ja, aan het podium natuurlijk. Het is gewoon een professionele gevoel. Het is echt gewoon een echte Champions League gevoel. Is dat. Ben je dan nog gespannen? Nee, niet meer echt, nee. Dat is helemaal eraf? Nee, dat is niet. Afgelopen wedstrijd niet. Dat niet. Jij ging in de C'tjes van Feyenoord naar Ajax toe. Ja. Best wel een gevoelig momentje misschien. Ja. Waarom koos je daarvoor? Waarom deed je dat? Waarom ging je naar deze club toe? We hadden het gevoel met mijn familie en mijn broertje dat dit een betere stap voor ons zou zijn. Dat we hier meer konden leren en beter konden worden. En daar heb ik tot nu toe geen spijt van gehad. En heb je daar ook een concreet voorbeeld van hoe trainingen bijvoorbeeld hier anders zijn dan bij? Ja, gewoon meer in ieder geval gericht naar de speler toe dan bij Feyenoord. Dat merkte ik direct toen ik hier bij Ajax kwam. En de grote club? Ja, dat ook. Maar Feyenoord is ook een grote club, maar ik denk dat Ajax wel de grootste is. Weet je waar ik altijd een beetje benieuwd naar ben? Hoe ga je ermee om als er best wel veel druk is en iedereen wil dat je goed presteert en je wil het zelf natuurlijk ook heel graag. Hoe ga je om met die druk? Ik voel dat niet echt als ik begin met spelen. Misschien in de voorbereiding wel. Je merkt dat er veel bij komt kijken zoals bij de Youth League. En je bent natuurlijk aanvoerder, je moet het gewoon laten zien presteren. Maar als je het veld op gaat is hetzelfde als altijd voor mij. Gewoon voetballen? Gewoon voetballen. Nergens meer aan denken? Nee, nergens meer aan denken. Je ziet Ryan net in Eindhoven invallen. Ja. Het is toch een momentje dat je denkt van man, dat wil ik ook. Ja, dat motiveert je natuurlijk zelf ook. Jurjen, hoe lang moeten we nog wachten op jou en Trey bij Ajax? Ik hoop zo snel mogelijk. Ik maak nu goede stappen, ga de goede richting op. Dus ik hoop gewoon zo snel mogelijk. Maar word je daar ook iedere ochtend mee wakker? Dat je denkt van ik wil over een maand of over twee maanden, over een paar maanden. Nee, gewoon ik word wel gewoon iedere dag wakker met een doel van ik wil vandaag weer beter worden. En je werkt toe naar een wedstrijd toe. En daar heb je ook natuurlijk doelstellingen voor. Je denkt van dit wil ik vandaag doen, zo. Zo kom je denk ik wel dichter bij het eerste. Maar binnen nu en een jaar, twee... Ja, moet lukken. Heerlijk. Ja, dat is de vibe. Hey kerel, ik kan je voor alles vragen, maar er zijn een paar jongens die jou 10 keer, 100 keer beter kennen. Ja. Dat zijn je teamgenoten, die hebben je omschreven met een emoticon. Ja. Wil je naar kijken? Ja, zeker. Hier is Say It With A Smile. Lijkt natuurlijk daarom. Wat zeg je nou? Hij zou dat niet zomaar over mij zeggen. Maar wat een had je niet? Nee. Nou, maar hoezo het is omdat niet? Ik zeg maar op hem lijk, doet hij dat. Ja, echt? Ja.
Ik dacht, hij doet dat omdat hij jou zo'n lieve broer vindt. Nee, zeker niet. Het gaat niet om mij, hoor. Nou. Nee. Maar hij zit gewoon even de show te spelen voor de camera. Ja, dat is kind. Nee, en de andere smileys dan? Welke klopt het meest? Veel vuur. Ja, daar ben ik wel van. Winnaartje. Ja. Zo. Koning, is er nog een kroon? Is er een kroon? Ja, is er een kroon bij. Ja. Ben je een beetje de koning van het team? Nou, dat wil ik niet zeggen. ik heb wel invloed. Yo, ja, hoe doe je dat, die invloed? Ja, daarvoor ben ik natuurlijk ook gewoon aanvoerder. Ik kan gewoon invloed hebben op spelers. Met praten, coaching. Maar waarom denk je dat zij naar jou luisteren? Misschien meer dan naar andere spelers? Dat is een goede vraag. Zeg, communiceer je veel? Ben je daar makkelijk in? Ja, heel makkelijk. Vooral gewoon met eigen spelers, zeg maar. En met je broer zelf dan? En mijn broer ook. Soms, zeg maar, hij is natuurlijk iemand, hem ken je al heel goed. Ja. Dus hem wil je natuurlijk heel scherp houden gewoon. En dat kan dan heel makkelijk met hem, want je weet gewoon, zeg maar, alles over elkaar. En durf je elkaar af en toe ook aan te spreken en kritiek en van, hé, dat was een hele... Ja, maar dat moet ook kunnen, toch? Want anders word je, zeg maar, niet beter. Dus dat is ook weer goed. Dat is hartstikke goed. Hebben jullie een hecht team? Want jullie zitten al ontzettend lang bij elkaar. We kennen elkaar heel lang, ja. Buiten het voetbal zijn we ook wel vaak met elkaar op school. Dus we zijn best wel hecht, ja. En wat doe je met die jongens buiten het voetbal dan? Wat ga je dat doen na de training? Wat eten. Of ja, gewoon chillen, zeg maar. En wat is dat chillen? Want ik zie een kleine lach op je nee. Ik zie je lach verschijnen. Nee, wat ga je dan doen? Meestal is het gewoon eten. Ja. Gewoon een beetje bikken, dat houdt het wel bij op. Ja, zeker. Maar niet gamen of zo, toch een beetje FIFA? Niet meer echt. Dat doen we meestal als we gewoon op toernooi zijn of zo met elkaar in de hotelkamer. Maar niet meer echt een auto toekomen voor gamen. Dat doen we niet meer. Dat doen we niet meer. Dat is voor de onder 15 misschien. Ja. Het jeugdseizoen is niet alleen voor jullie onderweg nu, maar ook voor heel veel andere jeugdteams. En daar gaan we nu een samenvatting van bekijken. Ajax onder 19 opent het jeugdseizoen en begint uitstekend met een 3-1 zege op Sparta in de beker. En Jan van Gelder is de eerste jeugdspeler die het net weet te vinden. En van Gelder denkt, wat ik één keer kan, kan ik ook twee keer. Met dank aan de fysieke kracht van spits Brian Brobby. Naci Unuvar is het seizoen ook lekker begonnen. Hij laat bij Ajax onder 17 zien dat je niet altijd hard hoeft te schieten om te scoren. Ook zij bekeren verder. En mede door deze goal van Anas Salaheddin won Ajax onder 17 in de competitie nog alles. Door de 3-2-0 zegers zijn zij de trotse koploper. Ajax onder 16 weet pas één keer te winnen, maar doet dat wel gelijk in de topper tegen PSV. Met een heus flipperkastdoelpunt. Ajax onder 15 verliest hun eerste topper van PSV, maar de eerste mini-klassieker van dit seizoen wordt wel binnengesleept. Nieuwkomer Nassef Chourak is vanaf 11 meter zeer doeltreffend. En Ajax onder 19 wint afgelopen weekend bij ADO met 2-1 en is daarmee nog steeds ongeslagen dit seizoen. Het mooiste doelpunt tot nu toe werd thuis gescoord tegen Utrecht door onze gast van vandaag. Hé, hey, dat was een Kaisierhuisje. Kaisierhuisje. Ja, of niet? Ja, zeker. Zat er lekker in. Ja, maar dat is toch heerlijk zo'n oma maken? Ik moet wel zeggen, heb je die van Kai gezien? Ja, oma van hem? Die van hem net iets mooier? Net iets mooier. Net iets mooier. Zijn been hing in de lucht, mijn leven op de grond. En het ene been ging zeg maar omhoog. Maar toch een mooi goal. Toch een mooie goal. Die wedstrijd tegen ADO van afgelopen weekend. Hoe was die wedstrijd? 2-1? Niet de beste wedstrijd, maar ja, wel 3 punten. Dat is ook belangrijk. Hey, volg jij ook die andere jeugdwedstrijden? Zeker, onder 17 heel veel. Die doen het ook heel goed. Utrecht gewonnen 2 keer. Ik zag net ook Naci die het ook heel goed doet. Mooie goals. Voor mij onder 16 was de eerste winst. Ja. Die volg ik niet echt. Onder 15 heb ik wel gezien, die mini-klassieker op YouTube. Je bent op de hoogte? Ik ben wel op de hoogte, ja. Weet je wat ik leuk vind aan je? Dat je zo, als we naar zitten te kijken, dat je gaat lachen als je die jongens mooi ziet spelen of mooie goals ziet maken. Ja, leuk om te zien, ja. Ja? Goals, ja? Maar zijn jullie zo close dan, dat jullie ook echt alles gunnen? Zo lijkt het wel. Ja, zeker. Want ik ken de meeste jongens van onder 17 ook gewoon. En dan zie ik bijvoorbeeld NSO een mooie goal maken. Vind ik gewoon leuk voor hem. Vet man. Ja. Was dit trouwens net je mooiste goal, die oma, in je carrière tot nu toe? Ik denk het wel, ja. Denk het wel. Ik wil het even over iets anders hebben, want voetbal hebben we nu wel gehad. Is natuurlijk waar we het over moeten hebben, maar ik wil ook weten wie Jurrien Timber nog meer is en waar je van houdt naast dat voetbal. Nou, eerlijk antwoord geven? Eerlijk antwoord geven. Oké, okay, nice. Niet die mediatrainingen. Nee. Ik stel een vraag, jij geeft snel antwoord. Snel, oké. Okay. Ja, of rustig. Maar je bent snel op het veld, dus laten we het gewoon snel doen. Favoriete film? Equalizer. Waar gaat het over, joh? Gewoon een actiefilm, Denzel Washington. Denzel Washington, vet. Lijken we wel een beetje. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja? Ja, echt.
je favoriete game? Ik denk gewoon FIFA, maar ik speel ook best veel NBA. Maar FIFA is ook vet. Ja, zeker. Lekker. Welk team kies je dan? Barcelona. Barça? Oeh. Is dat ook een, je uiteindelijk? Nee, daar moeten we het zo meteen over hebben met een glazen bol. Okay. Ga ik nog niet zeggen. Ben je er goed in? Die jongens weten wel wie de beste is. Oh. Jij mijn vragen. Oké, okay, hey. Je favoriete muziek. Ik hoorde van je broer Femke Louise. Ben je fan van? Nee. Jawel. Nee, ik vind het niet slecht of zo, maar het is geen. Dat ga ik niet zeggen, dat is geen Femke Louise. Ronnie Flex? Goeie rapper. Ja, maar ik hoor in jullie vlogs. Ik heb een paar vlogs gezien. Hij zei maar. Pijs en altijd. Ken je dat nummer? Nee. Maar, nee, ik luister best wel naar Ronnie Flex, hè? Ja, maar ik vind dat een vet nummer. Maar je bent dus wel Ronnie Flex fan. Ja, zeker. En heb je dan ook nog een favoriete band of artiest? Nee, niet per se. Ik luister gewoon een beetje alles. Ja. Dus ook af en toe Britney Spears? Nee, dat niet. Je favoriete sportheld? Je voorbeeld? Ik kijk naar bijna heel veel sporters, zeg maar. Ik heb niet per se één voorbeeld. Ook niet in het voetbal? Iemand? Nee. Ik heb echt. Ik kijk gewoon naar iedereen. Iedereen doet wel wat goed, zeg maar. Kijk, ik ben bijvoorbeeld geen Ronaldo-fan, maar naar hoe hij een topsporter is, daar kijk ik wel naar. Geen Ronaldo-fan? Nee, zeker niet. Oh, zeker niet? Nee. Waarom zeker geen Ronaldo-fan? Ik ben gewoon Barça, Messi. Okay. Dus. Okay. Favoriete eten? Mijn moeders eten. Dacht ik ook al. Wat kookt hij dan? Van alles. Wat is nu bam dat je hier wil hebben nu? Gewoon? Rottie. Oh, lekker man. Heerlijk. En waarom is die vrouw zo, je moeder, waarom is zij zo belangrijk in jouw leven? Want zij heeft ook best wel een rol gespeeld toch in je voetbalcarrière. Ja. Kan je dat uitleggen? Mijn moeder natuurlijk heeft in alles een rol gespeeld, denk ik, in mijn voetbalcarrière. Van begin tot nu en verder. Dus ik denk dat zij wel een van de belangrijkste is die een, zeg maar, een rol heeft gespeeld in mijn leven tot nu toe. En ze, zeg maar, ze heeft ook, doet het ook gewoon, zeg maar, in de eentjes. En alleen mijn moeder is ze. Mm-hmm. Dus ik heb natuurlijk ook broers en zo die ook goed helpen. Maar zij hebben jullie in principe in haar eentje opgevoed. Ja. Dus daarom is zij wel heel belangrijk. Mooi man. Mooi. En dan de mooiste vrouw. De mooiste vrouw? Ja, de mooiste chick die... De mooiste vrouw is mijn moeder natuurlijk. Maar ik heb ook een vriendin. Dus, Je hebt ook een vriendin? Ja. Maar dan bedoel ik mooi qua, hè, qua uiterlijk, qua nice bedoel ik, hè? Dat, is dat dan je vriendin? Dat is mijn vriendin natuurlijk. Dat is je vriendin. Tuurlijk, ja. Misschien een foto op de achtergrond hier, maar misschien houdt het ook lekker privé. En heb je, maar heb je niet vet wel aandacht van chicks en zo, toch? Als je hier zo de toekomst op kon lopen, dat de meisjes zo staan van, hey Jurjen, ik vind je nice. genoeg. Maar, maar je bent wel nu dedicated naar één chick. Ja. Wat deed je zo jou, jongen? Ja, zeker. Heel erg goed. En wat voor superkracht zou je willen hebben? Als je één superkracht mag bedenken. Voor het voetballen? Nee, sowieso. Misschien dat je wil vliegen, misschien dat je... Ik ben fan van Spider-Man. Dus nice. Zou superkracht zou wel leuk zijn. Lekker, vet. Hey, ik denk dat jij dit volgende ook wel leuk vindt. We gaan namelijk naar de Talent Tuesday Tricks, waarbij er een battle is tussen voetballers die de beste trick mogen tonen. Ja. En deze week hebben we Serginho Dest, Sontje Hansen en Noah Abid. Heb je dat gezien? Ik heb gezien, ja. Zullen we met z'n allen even naar kijken? Is goed. Top. Hoi, ik ben Sontje. Vandaag is de dag van de tricks. En ik ga jullie zonder tricks laten zien. Ik ga vandaag de Noah 3 Doezo laten zien. Er is op Instagram gestemd en dit is de uitslag. Dit was Sontje met 52%, Serginho met 73% Noah, en dan is de winnaar Noah. Met hoeveel procent? 80%. Hoe noemde hij hem nou? De Noah 3000? 3000. Geen idee. Prachtige benaming. Hey, vond je dit nou ook de beste of niet? Net zoals de rest van de social media gebruikers. Ja, maar ik vond die van Sintje ook heel knap. Jawel, hè? Ja. Maar was het puur omdat jij er niet bij was dat ze nu wonnen? Anders was het een groot kunstje. Nee. Ik ben niet zo van de tricks. Nee? Nee, zeker niet. Dus jij zou met een kleine 5% misschien aan de gang? Dat ook weer niet. Ik zal wel iets moois laten zien, maar... Oké, hey joh, ik ben wel benieuwd. Noah is een van de nieuwkomers in het team. Ja. Hoe is dat? Wat is dat voor een jongen, joh? Ook een vurige jongen. Die wil laten zien wat hij kan. En dat dient tot nu toe ook heel goed. Zeg maar, hij komt hier niet
zonder een doel. Hij wil gewoon baasspeler worden en gewoon goed spelen. Dat is wel mooi om te zien. En hoe probeer jij nieuwelingen als aanvoerder te helpen? Ik wil hem in het kracht laten spelen, zeg maar. Dus ik wil ook, ze moeten ook kansen krijgen, zeg maar. Ik kom niet zo snel in de basis bij Ajax onder 19. Dus ik wil ze daar ook gewoon bij helpen op trainingen en wedstrijden. En gewoon veel met hen te praten. We gaan naar het laatste onderdeel. We gaan naar de glazen bol toe. We toveren zo meteen een bol op tafel. Dan mag jij inkijken. En dan gaan wij de toekomst voorzien van Jurriën Timber. Jurriën, de glazen bol. Kijk er eens goed in. Laat het even op je inwerken, hè? Ja. Wat zie jij hierin? Mooie clubs. Mooie carrière. En gelukkige familie. Maar zie je dat echt? Want ik zie echt zo kijken dat je het echt gewoon ziet afgespeeld. Ja, je ziet het echt. En waar sta je over 5 jaar? 5 jaar, daar ben ik 22. 22, 5 jaar. 5 jaar. Ajax 1 al aangetikt? Ajax 1 aangetikt. Of de top van Ajax 1. Ja. Of net vertrokken naar Engeland of Spanje. Ja? Ja. Wat zijn dan clubs waar je denkt, daar wil ik heen? Ik ben altijd fan geweest van Arsenal. Mm-hmm. En Barcelona is natuurlijk mijn clubje. Dat zijn ook wel die clubs met mooi voetbal. Ja, zeker. Lekker man, wat vet. En wat heb je allemaal bij Ajax bereikt dan, als jij nu 22 bent? Wat heb je daar laten zien? Natuurlijk, ik ben nu 17, 5 jaar, 5 keer kampioen. Vijf keer kampioen? Vijf jaar. Jongen, jij hebt wel die drive. Dat lukt het toch, Ajax. Ja, maar jij bent echt, ik vind dat vet. Ja, zeker. Jij wil er gewoon voor gaan. Ja, zeker. Ja. En dan met of zonder Quinten, je broer? Dat maakt niet uit. Maar je gunt hem ook wel de beste. Zeg maar in Ajax, ja? Met Quinten. Vet. Ik wil daar een hand op geven, man. Ik denk dat het je gaat lukken. Jurriën, hartstikke bedankt dat je hier was. Ik wens je ook nog succes met de wedstrijd tegen AZ. En FC Bayern, want dat wordt een hele mooie pot in de Youth League uiteindelijk. Wat verwacht jij van die wedstrijd tegen Bayern? Prachtig adviesje. Oh ja, zeker. Dat wordt echt een test voor ons in de Youth League. Veel wedstrijden spelen is lekker. Ik vind het leuk. Gaan jullie de Youth League pakken? Moet lukken toch? Moet lukken. Moet lukken. Jurriën, hartstikke bedankt dat je er was. Yes. Thanks. Leuk. Over 2 weken zijn wij er weer. Dan met een ander aanstormend talent uit de Ajax jeugd. En voor nu bedankt en tot over 2 weken.